Now you see the red windows. Do we see it? Maybe we should set up for this. Welkom bij de twee allergrootste talenten van Nederland. Vandaag nemen jullie mee in ons verhaal vol vermaak en vertier. Begeleid door twee mensen waarvan de een nog vol met etensresten zit en de ander last heeft van het Peter Pan syndroom. Met andere woorden, we fladderen maar wat rond. Ja, wij gaan een bootje huren. Leuk, die switch in toon. Ja. Ja, we gaan... Ja? Nee, we hebben een bootje gehuurd. Ja. Ja, en daar betalen we 120 euro voor. Ja. Klopt. En jij dacht, nou, er zijn zoveel toeristen nu weer in Nederland, aangezien de coronamaatregelen zo versoepeld zijn. Ja. Dus laten we daar kijken of wij ons bootje kunnen terugverdienen als wij gaan doen alsof wij een toeristenbootverhuur iets bedrijf zijn. Zwaar illegaal, want dat mag niet. Er zijn allemaal vergunningen voor. We hebben ook een paar vrienden die in de botenbusiness zitten. Sorry, boeit ons geen reet eigenlijk, maar we gaan even... Willen jullie toch even benoemen? Ja, we gaan nu 2 uurtjes even kijken of we tegen die 120 euro op kunnen werken, want we hebben maar voor 2 uur. Oké, hoe willen we hem? Willen we hem zo? Willen we hem zo? Of willen we hem zo? Ik denk dit is lekker mag vasthouden. Hoe is jouw handschrift? Chicks zeiden altijd, wow, je hebt echt een vrouwenhandschrift. Dus daarmee liep ik cool te doen op 6 VWO. Als ze dachten allemaal dat je helemaal was. Ja. Wat gaan we erop zetten? Iets wat de aandacht trekt. Boottours. Oké, boottours. En dan 20 euro. En dan happy ending included. Jezus, wat is dit voor Looney Tunes, Hans? Jongen, jongen. Ik heb in Disneyland of zo. Wat is dit? Je moet op. Hey girls, you wanna have a boat tour? It's better than that. Where's the happy ending? Spraken ze Chinese? De meest westerse familie. You speak Spanish? Hello, the best tour ride ever you're gonna do in capital city. You want to do it for 10 euro's, an hour? No? Okay. Kan ik hier nog af? Kan ik hier nog weg? Ja, je stop je wel vaker achter witte envelopjes. Ja. Ja, we kunnen dan... Hey, boot! Boot! Ja. 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 De reactie. Boot. Boot. En dan? Misschien moet je het woord tour. Tour moet er nog bij. Job, kan je vaker de scripts uitschrijven? Misschien moet er nog tour onder. Oh, wat stom. Oh, heb je niet over nagedacht? Nee, echt. Tour, hoe? Tour? Is dat met OU of met AU? Moet ik het googlen? Ja. Er moet nog een R. Ja. Kijk, zonder dolle, met al deze Mongolen aan boord gaan we sowieso geen mensen hier 20 euro kunnen betalen. Dus jullie Mongooltjes worden vriendelijk verzocht om op te tieven. Puk zou best een toerist kunnen zijn om te lokken. Ja, dus we doen hier al een tour. So, this is great, this is the lights cracked. Oké, maar de wat? The lights are cracked. En maar die zit al gewoon hier mooi. Die zit gewoon hier van, oh, en gewoon foto's te maken. Ja. Doe alsof je een toerist bent. Ik denk dat we gewoon nu de cameraman even aan kant gaan zetten. Ja. Dus nu zo van... TripAdvisor, Nightborn Dine, Best Tours of Amsterdam, Marty en Niels, Purple one, Show. 1.5 ratings. Hey guys, you wanna have a great experience? Like the best. Yeah? This is a 9.9 TripAdvisor rating. It will be the show of your life. You really want, it's 20 euros a person. What, can you what, smoke on the boat? Can we smoke weed? Yeah, you can smoke weed on the boat. It's for an hour. It's, if you smoke weed, it maybe feel like shorter, but that's the weed. That will be the weed. Yeah, will be the weed. Yeah. Let's go. Ja, on y va. On y va. Jij gaat het vertellen over de stad toch? Nee, we gaan gewoon lekker met z'n mee blowen, lachen. Yep. Come on board. Here we are. We have to ask, have you have any COVID problem? No. No? No. Okay, then you can enter. Yeah. Okay, so you know it's 20 euros a person. Yeah. Perfect, come on board. You can smoke. You can smoke. He's gonna tell you a lot about the city. Ongelooflijk dat dit ging lukken. Ik had het nooit verwacht. Do you want to see the red light district? Yeah, of course. Yeah, you want to see the red light? You want to go in?
Yeah, of course. Okay. Okay. Let's do it. Like district? Yeah, you want to go there? We're gonna tell you some stuff about the neighborhood. But first, you guys want to smoke, right? Yeah. Light it up! Martijn heeft het weer voor elkaar. Beetje blowen met een paar films. So you're doing this every day? Yeah. Every day. We are the fastest growing company in the boat industry. Yeah. Here. Yeah. We have boats. In a few years, those boats will be us. We're the most famous tour boat company. Well, I think so. I see you everywhere. So over there, this is what we call the Adam Toren. There are really crazy parties over there. If you're ever gonna take drugs, do it over there. Yeah, because you know the story of Adam and Eva? Adam was the person that, you know, did the forbidden stuff. So all the forbidden stuff goes there. That's iconic for Adam and Eve. That's the eye. That's the eye. It's like a film museum. And it's shaped in like an eye. If you can see that, like you see the eyelids and the eye. Yeah, a little bit. There's a rumor that there were some crazy YouTubers. They went to they tied a rope behind the boat, yeah. And they went water skiing. Viral. Yeah. You have to watch Gier Gast. It's crazy. That's a crazy channel, man. There's some turbulence here. You have to hold on to your stuff. There's some turbulence here. Don't worry, we're completely safe. It's just some waves. You can feel the North Sea. We are gonna enter the red light district. The girls do not like if you take their pictures. Really have to be careful because the prostitutes don't want to be seen as monkeys. No, like, so don't like throw candy and be respectful. Now you see the red windows. Do you see it? Maybe we should set up for this. Is it for us? Ja, we mogen hier eigenlijk niet. Nee, natuurlijk is het niet voor ons. Nee? Dan zou het voor ons zijn. 2 seconds later. Alright, so now we're in the red light district. Unfortunately, we don't see a lot of girls right now. I guess they're sleeping, tired of their long night of working. I have a quiz question for you guys. Yeah. Why do they call this the banana bar? I don't know. You have to guess. Why? It's a sex club and it's called a banana bar for one reason. They like your banana? They shoot bananas and then they shoot bananas. And how do they shoot them? Ah, c'est le tros. Yeah. From these are really artists. They're banana artists. So there's a lot of bananas being spilled over there. So next time you're there, go to the banana bar and ask for a banana. If you want to stop for 10 minutes, we can stop. No, it's fine. We have 2 minutes. Maybe you do a quick one. We have a discount. We have an arrangement. Usually it's 70. For us, it's 50. Do you know what a? The girls, have you been there? Yeah. We know them personally. You know. Yeah, you tried. I've been around, you know. Dames, het 20 euro voor een uurtje. Maar dan krijg je wel de allerleukste boottour van je leven. Ja. Niemand heeft last van coronaklachten. Nee, geen coronaklachten. Kom er ook bij. Hey Niels, kun je een ander? Dan hebben we echt winst. For the Dutch people, we're speaking English because they are from Geneva. So, I'm really tired now of the last couple of tours. I'm gonna sleep over here, wake me up when the tour is over. Niels, give afhouden. Don't do it. Don't do it. Nee, Martijn. No. Nee, Niels. Hij is echt leid. Kijk nou, hij kijkt boos. Kijk, niet doen. Don't do it. Don't do it. Jezus, Mina. Ik dacht dat ik dood ging. Wat wil jij nou stellen? So this is one of our favorite places, the Peep Show. Yeah. We go here every day. It's better than best all 2 euros the ever internet spent. Stuff. This is live. It's happening all over here. Oh yeah, if the police ask us anything, we are legit. But we will jump off the boat. Yeah, we're all friends from each other. Yeah. And if they ask about the signs, it was a school project. Because we're doing the art academy. Yeah.
There's a Reagan pipe over here. It's one of the oldest Reagan pipes. And this is actually really funny, because this is a restaurant, but if you have a boat, you can take the back door. You can actually go in from here, order a drink, and come back. This is a very Dutch thing. Who wants to get arrested for burglary? No, I'm serious. You can actually go in, order a beer, try it. Can we order some? Martijn. I think they're closed. This is the same kennel, but then different kennel. The only difference about this kennel is they do not have the hookers. It's also a wider kennel. This is kind of funny, because it's like the church, and then this is all filled with hookers. It's a crazy comparison, you know? Like, you have the people going to church and the people there coming out of the hookers. So let's say it's heaven, right? I hope you guys enjoyed it. Yeah. For the payments, you can come to Niels. Do you know Tiki? Tiki, no. Okay, I'm gonna send you a payment link. Do I really have to pay? Or? You really have to pay. Okay. Okay, so it's not the tip included, so if you want to have a tip. Yeah. What did you think? It was cool. But no tip? Yeah, 10 euro. Yes, 10 euro tip? Yeah, 10. Nice. Okay, 110 euro. Rethink all the cultural stuff I told you guys about the windows, the Reagan pipes and stuff. Okay, Martijn. Grappie. Wonder boven wonder. Ik had echt nooit verwacht dat dit zou gebeuren. Nee. Maar we hebben geld verdiend. En we hebben meer geld verdiend dan dat we hebben uitgegeven. En dat betekent dat we zelfs winst hebben gemaakt. Zullen we de winst zo even uitrekenen? In een uurtje. 110 euro van die Fransen gekregen, 50 euro van die twee Nederlanders. Ja. En die twee knappe meisjes plus heer heeft 90 euro gegeven. Hoe dan? Maakt samen 250 euro minder 120 euro. Voor de huur is 130 euro verdiend in 2 uurtjes tijd. En moet je nagaan, dit bootje had beperkte capaciteit. Ik denk als wij een grotere boot hadden gehad, dat we dit wel hadden verdriedubbelen. Dus Niels, mijn verzoek. Kunnen we dit gewoon gaan doen? Ik vind dit best wel leuk om een paar dagen in de maand dit te gaan doen. Dus laat even in de comments weten of jij vindt dat de Gierigaste Boottours in Amsterdam moet komen. Zou jij erop gaan? Zou je 20 euro betalen? Of 90. Of 90. Of 110. Like even de aflevering, want bij 10.000 likes gaan we dit gaan doen, toch? Sowieso. Elke zaterdag. Boom.